ben ontzettend blij om te zien dat u in grote getalen vandaag gekomen bent naar de muziek in de Bonifatius. 2 jaar hebben we dit niet kunnen doen, dus ik ben echt oprecht geroerd door het grote aantal mensen. Het blijkt ook wel dat het echt een behoefte is in onze samenleving om bij elkaar te komen om naar muziek te luisteren. Ik ben ook heel blij dat de vrijwilligers, dat is een vrijwilligersorganisatie die het organiseert, dat moeten we niet vergeten, zoveel tijd erin steken om een mooi programma neer te zetten waar wij het komende jaar van kunnen genieten. Ik hoop zeer hoopvol, je stem doet het. Je blijft hoopvol, dus goed, hoop doet leven. Ik merk het ook, het valt altijd weer mee, alleen het doet ontzettend pijn. Maar ja, dan moet ik weer even denken aan de heilige Bernadette. Ik ben echt zo'n Lourdes-figuur. Heeft u wel eens die film gezien over Bernadette en Lourdes, die oude film? Ik heb hem van de week weer op YouTube zitten kijken. En dan zij ziet dan de verschijningen, hè? En dan wordt ze eerst belachelijk gemaakt door de omgeving. Maar later gaat iedereen in dat water natuurlijk en dan worden ze allemaal genezen. Ik geloof daar dus echt in. Maar er is één non in die film, een oude chagrijnige non. En die heeft een teringhekel aan die Bernadette. Want die Bernadette, dat is zo'n lief meisje, ze is heel simpel. Dus hoe kan Maria aan haar verschenen zijn en niet aan die oude non die haar hele leven in dienst heeft gesteld aan de heilige maagd? En zij is dus de hele film pissig op Bernadette. En dan aan het eind gaat Bernadette in dat klooster wonen waar die oude zijknon zit. Ja. Nou komt de mooiste scène. Op een gegeven ogenblik strompelt Bernadette een beetje en schijnt ze pijn te hebben, maar ze klaagt er nooit over. En dan zegt die oude non tegen moeder overste: kijk Bernadette, dat doet ze om aandacht te trekken, want ze is die aandacht kwijt in Lourdes. Maar dan komt er een dokter en dan gaat ze ook Bernadette vertellen waarom ze zo'n hekel aan heeft. Ze zegt: jij hebt nooit geleden, jij hebt nooit pijn gekend, jij hebt dat helemaal nooit gekend. En dan zegt Bernadette heel lief: nee, niet zoals u, ik weet ook niet waarom Maria aan me is verschenen. En dan komt de dokter en dan laat ze haar been zien, haar been Bernadette, aan die dokter en die moeder overste. En dan beschrijft ze een enorme weggevreten been van kanker en toestanden waar ze mee schijnbaar enorm veel pijn door heeft geleden. En dan zie je dat gezicht van die non helemaal vertrekken. En die schrikt dan, want dan heeft Bernadette wel net zo geleden, nog erger dan zij. En dan vanaf dat moment zorgt ze voor... Je moet die film even terugkijken. Het heet The Song of Bernadette en het staat op YouTube. Het is de mooiste Lourdes film die er is. Ga jij hem ook nog eens kijken? Zullen we hem samen kijken, Gregor? Dat is wel gezellig. Het duurt 2,5 uur. Weet je dat? Heel mooi volkslied uit Wales voor u. En het heet My Little Welsh Home. I have a dwelling child, I would go. I have a dwelling child, I would go.
zeggen dat hij al 81 is. Hij ziet er heel jong en jeugdig uit. Dat heeft hij altijd gehad. Dus vroeger was ik heel erg trots natuurlijk dat ik met een BN'er mocht optreden. Want hij was natuurlijk bekend van zijn vader, zijn zoon en zo. Dan was het een soort kind, hè? Weet je nog op tv? Een kind die dan de quizmaster was. Nee, dat is leuk om te vertellen. En nou is het een soort andersom geworden. Je bent blij toe, hè, dat ik nu de BN'er ben en jij niet.